Ja, vrienden, zonder dat we het doorhebben, is er gewoon een enorme aardverschuiving bezig in het politieke landschap van Nederland. Ja, dat kan gewoon niet uitblijven natuurlijk. Met alle gedonder over stikstof en asiel en noem het allemaal maar op. Ja, want ik zie het nu aan de reacties die ik allemaal krijg op wat ik zeg. Over VVD of over D66 of noem het maar op. En dan zie je gewoon dat mensen daar gewoon dus zo verschrikkelijk klaar mee zijn. En dat ze gewoon nu op het punt staan om op echt op andere partijen te gaan stemmen. En dat we echt enorm, het gaat er gewoon heel anders uitzien. Ja, en dat zullen ze in maart, gaan ze dat al merken. Maar als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, PVV 2 en op de derde plaats, ja, 21. Ja, derde plaats al. Ik geloof me, 13 zetels of zoiets. Die zijn ongelooflijk als een raket gaan die omhoog. Ja, en hoe komt dat nou? Dat is heel simpel. Want de mensen die zien natuurlijk zo'n Sophie Hermans. Ja, waarvan ik al een hele tijd geleden, weet je wel, toen ze even werd aangevallen in de Kamer, heb je dat toen gezien, door Wilders. Was gelijk. Het was de drager van Rutte en oh, die kon ze niet aan. En toen zei ik al van, ja, dat is gewoon een hele zwakke broeder. Ja, dat is een mevrouw, die is ongeschikt voor de politieke business, ja. En nu beginnen mensen dat ook heel voorzichtig te zien. Die denken bij zichzelf, oh, is dat de fractievoorzitter? En moet dat misschien de opvolger worden van Rutte? Nou, pardon zeg. En ja, allemaal dat soort dingen beginnen ze nu te zien over die VVD. En ze zien nu ook dat die Rutte, ja, dat draait maar. En dat ligt af en toe een beetje. En dan draai en draai en nog een keer draai. Ja, die wordt duizelig van zichzelf. En dat zien mensen. En dan denken ze bij zichzelf, hier heb ik geen zin meer in die partij. En wat gaan we dan? Ja, dan gaan ze zoeken. Nou ja, dan kunnen ze naar de PVV gaan. Maar er zijn natuurlijk mensen die denken, ja, dat gaat me te ver. Die Wilders, wat die allemaal zegt en wat die allemaal doet. En dan komen ze al heel makkelijk uit bij jaar 21. Ja, dat is, die zijn in dat gat gedoken op rechts. Ja, ja. Kijk, wat Forum gaat veel te ver. PVV gaat soms ook te ver. En jaar 21 is net, houdt het net netjes met die Joost Eertmans. En ja, en die gaan wel sommige dingen doen die de mensen willen, zoals het asielbeleid. Ja, en daarom gaan die mensen, en dat hoor je nu ook, en dat lees je ook overal, die zeggen van ja, ik ga voor jaar 21 nu. En dat kan zomaar een hele grote partij gaan worden nu, vrienden. Ja, dat staat te gebeuren allemaal. En dat heeft de bestaande politiek allemaal aan zichzelf te danken, te wijten, weet ik veel hoe je het noemt. Dat hebben ze allemaal zelf veroorzaakt. Ja, door gewoon alleen maar te blunderen en te schutteren en noem het maar op. En uit al die puinhopen komt omhoog, ja, 21.